Ik kom nu een beetje op de leeftijd dat ik iets wil gaan doen. Moet gaan doen, zie ik in jouw gezicht. Nou ja. Aan mijn uiterlijk. Maar ik wil nog niet spuiten of snijden. Nee. Nou, en in die zoektocht naar die perfecte mooie huid en er stralend uitzien, ja? Ook als je wat ouder bent, heb ik iets gevonden. Het heeft alleen wel met dieren te maken. Okay. Ja. En je gezicht. Hallo. Goedemiddag, jullie komen voor een lekkere behandeling. Ja, maar ik heb geen idee met wat. Ik hoor alleen dat er dieren mee gemoeid zijn. Dat weet je al. Zijn ze groot? Zijn ze agressief? Harig? We houden het spannend. Hebben ze gegeten? Ook al. Oké. Ze zitten daar. Ja? Zullen we gaan? Ja, is goed. Zo begrijp mee? Ja, leuk. Ik hou van dieren. Oh, de dieren zijn er nog niet. Nee, die gaan we zo meteen pakken. Die worden nu uitgelaten. Zijn het grote dieren? Ik heb voor jou, voor Lego heb ik een leuke grote. Voor Lego snap ik wel dat je grote hebt. Ja? Liefde door je lichaam. Niet je angst op mij projecteren. Nou, jullie liggen nu lekker op de stoel. Ik ga ze even halen, dan kom ik zo terug. Ja. Wel een muilplofje om. Ja. Kom, we gaan. Ik heb mijn schoenen nog aan. Ik heb mijn schoenen niet meer aan. Ik ben zo weg. We gaan een gezichtsbehandeling doen. Met slakken. Maar die leven nog? Oh, die leven nog. Ja, het slakkenslijm van de slak, zeg maar, van deze Zuid-Afrikaanse reuzenslak. Die is juist heel erg goed, want er zit hier de rondzuur in, natuurlijk antibiotica en eiwitten. Maar wie zegt dat? Want misschien is het niet zo. Nee, telefoon, Wikipedia. Wat is het effect? Nou, het reinigt eigenlijk je huid heel erg. Het is 100% natuurlijk, want er komen geen andere stoffen op. We gaan de huid ook reinigen met water en stoom. Nou, lekker. En lopen ze dan over je gezicht? Glijden ze dan over je gezicht of zet je ze erop? Oké, zal ik mijn ogen maar dicht doen, ja, toch? Het voelt koud aan. Dus oké. Okay. Het is een beetje nat koud. Hebben ze je niet? Dat is ie. Oké. Heb je ook namen voor ze? Hoe wil je mee laten heten? Henry. Henry, nou dat is woord Henry. Poepen ze ook? Oh. Ze poepen wel, maar ze hebben zeg maar al van tevoren gegeten. Dus als het goed is, doen ze het niet. Oké. Maar blijven natuurlijk dieren. Ja, het blijven dieren. Maar je kan het dus moeilijk vangen in een potje, die slijm. Dat gaat eigenlijk niet. Ja, je kunt onder hun buikje kietelen. Maar ja, dat vind ik ook zielig. En is dit nou diervriendelijk? Nee, het is diervriendelijk, want we gaan heel goed met die slag om. En als we die vijf in, dan trekken ze echt in een huisje terug. Mm-hmm. En dan behandelen we ze mee. Zijn voelsdingen, zijn oren, of zijn, wat zijn dat, die voel ik nu tegen mijn ooglid aan. Ja. Oh, doe weg. Doe nu weg. Ja. Oh. Ik voel iets op mijn lip. Je hebt ook een hele grote mond, hè? Oeh. Wat is er mis met een potje crème? Komt ie aan, Chantal. Gaan we jouw dikke thee ook mee pakken met een grote? Ik heb nu een grote slag. Dit is een grote slag. Voel je hem? Gaat het weer, man? Ja, ik blijf het een heel vreemd gevoel vinden. Oh, ik voel me toch een druppel langs mijn schouder glijden. Ja, dat had ik net ook gehad. Dat is gewoon slakkenurine. Nee, dat is die hele grote slak. Die houdt iets die in. Die hele grote slak heeft ik nu... Ik heb hem nou los. Oh, toch niet in je haar, hè? Je kunt gewoon lachen, dan. No. Nou, zo'n grote Henry verzetten. Mm, ja. Had ik even kijken. Oh, hij zit in mijn oog weer. Wil je te zien, Chantal, hoe je eruit ziet? Oké. Ja? Ja, kijk maar. Oh, dat ziet er heel vies uit. Vies? Ja. Je ziet een klein laagje op je huid zitten wat glimt. Dat is het slijm. Ik ga de slakken eraf halen. Ja. Dag jongens. En, ik ga en wat is dit? Dat is het slakkenslijm. En dit is dan een beetje modder van het... Dit is geen poep? Nee, zeker niet. Nee, oh, okay. Poep is echt een dolletje. Oh, maar hij heeft wel. Jij hebt poep op je gezicht. Ik heb hier iets. Had ik net. Ja, slijm. Ja. Poep. Ja. Nee, dat is slijm. Nee, dit is wel poep. Ik ben net zo'n grote baby. Zo'n ding. Oh nee, niet doen. Dat is heel eng. Ik ga de stoel voor je omhoog zetten. Bam! Oh nee, dat kan niet. Wat was dat? Spiegel. Je vulling. Oh. Vond je het lekker? Ja, ja. Fijn.
Heerlijk. Nee, maar goed. Dankjewel. Wie weet, tot de volgende keer. Dag. Tot ziens. Doei doei. Soft is een baby. En hoe? Een baby billen. Toch? Wel lekker. Maar of je het nou iedere dag moet gaan doen of iedere week. Nou, dat wil ik wel hoor. Dat komt goed uit. Ik heb die hele dikke meegenomen. Ik ga dat doen. Kom. Mensen die heel dun zijn, hebben ook celluliet. Mensen die heel dun zijn, hebben ook celluliet. Maar als je dik bent, heb je meer celluliet.